Welkom terug bij een nieuwe instructievideo. Deze instructievideo dient om je uit te leggen hoeveel beter dat het werken met tabstops is in vergelijking met werken met de spatietjes om tekst mooi uit te lijnen. Ook hiervoor gebruik ik mijn gekende tekstdocument van Genk. Dus ik ga het snel openen, recent geopende documenten Genk, en daar staat mijn stukje tekst. Ik ga mijn tekst zelf even met rust laten, maar ik ga op het einde van mijn tekst wat informatie van het internet ophalen. Dus ik open mijn webbrowser. Ik zorg dat hij mijn e-mails niet binnenhaalt, zodat ik op Google uitkom. En ik kan van boven, omdat ik Google Chrome gebruik, snel mijn zoekterm ingeven, Wiki Genk, en dan kom ik op Wikipedia, de stad Genk, uit. Wat dat ik nodig heb, staat hier aan de rechterkant. Er staan wat demografische gegevens aan de rechterkant, welk gewest en provincie dat Genk heeft, en een aantal cijfertjes rond de oppervlakte en hoe dat die verdeling is. Nu, als ik deze tekst wil kopiëren, via de gewone methode, door aan te duiden, rechtermuisknop, kopiëren. En ik zou dit in Word gaan plakken, of in Writer gaan plakken, excuseer. Via bijvoorbeeld de rechtermuisknop plakken, of ik maak van boven gebruik van mijn plaktoets, of ik gebruik de toetsencombinatie Ctrl-V, dan gaat hij proberen een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave te doen van hetgeen dat ik gekopieerd heb. Dus ik doe dat eventjes, dus ik druk op dit knopje, en dan krijg je de tabel te zien. Nu, hij kan niet alles even goed ophalen, dus je ziet dat er wat vreemde tekens tussen zitten. Op zich is dit een vervelende weergave voor mij, omdat ik hier een aantal opmaak-eigenschappen heb die ik niet gewenst had. Daarom kopieer ik meestal, als ik van het internet kopieer, via de plakken speciaal optie. Ik ga je dat opnieuw laten zien. Ik doe hier even ongedaan maken, of Ctrl-Z, dat is natuurlijk hetzelfde. Langs de plakknop, of via bewerken. Plakken, kan je daar juist onder zien staan plakken speciaal. Druk ik daarop, dan krijg ik een klein keuzemenu. Datzelfde menu, die drie opties, die bekom ik door hier langs het plakken-icoon op het pijltje te drukken. En dan kan ik gaan kiezen de HTML-opdeling. Dat is degene die je zojuist zag, maar dan met HTML-informatie. Ik zal het snel laten zien als ik dit druk. Dan krijg je aan de rechterkant ook nog HTML-informatie, die je eventueel kan bewerken of zelfs verwijderen als je dat wenst. Ik doe ongedaan maken. De tweede optie is de standaard optie van Writer. Dus je gaat de HTML-code zo goed mogelijk plakken, maar zonder achterliggende opmerking. Ik zal het nog eens doen, dan krijg je dus de tabel zoals we die daar juist hadden. Maar ik kies voor plakken tekst zonder opmaak. En dat doe ik meestal omdat ik dan een meer neutrale opmaak krijg. Je krijgt dan wel geen tabellen, geen indelingen, maar die wil ik natuurlijk zelf aan jullie laten zien hoe dat werkt door middel van tabstops. Tabstops kan je op een aantal verschillende manieren bekomen. Ik ga nu al laten zien dat in dit stukje tekst dat ik gebruikt heb, ook al tabstops verwerkt zijn. Dus ik zet even de niet afdrukbare tekens aan. En dan zie je hier, aan de hand van die pijltjes naar rechts, dat er al tabs gebruikt zijn. De tabtoets is de tweede toets onder je escape-toets, helemaal aan de linkerkant van je toetsenbord, de tabulatortoets. Dus er zijn al tabstops gebruikt in dit stukje tekst. Nu, die kan ik heel snel gaan aanpassen. Ik zie hier eigenlijk dat er een tabstop staat van een gewest tot Vlaanderen. Hoe breed dat die is, dat kan ik eigenlijk aflezen van boven in mijn lineaal. Je ziet in het lineaal omgekeerde lettertjes T staan. Dit zijn de standaard tabstops van Writer. Die staan om de 1,25 centimeter. Dus 1,25, 2,5, 3,75, 5 enzovoort. Dus dit stukje tekst, Vlaanderen en Limburg, ik weet dus dat dat begint eigenlijk vanaf 2,5 centimeter, omdat daar een tabstop voor staat. Nu, ik zie ook dit kleine bolletje staan, dat een niet afdrukbaar teken is, want als ik het uitzet, dan zie je het niet meer. Dat wil zeggen dat er nog een spatie voor Vlaanderen en Limburg staat. Dus die spatie ga ik al even wegdoen, want ik weet dat ik ze niet nodig ga hebben. Nu, ik zie hier dat mijn tab staat. Ik zet even de niet afdrukbare tekens af en ik zal me even concentreren op het bovenste stukje tekst. Gewest, provincie en arrondissement. Die staan niet meer mooi onder elkaar. Dat komt omdat Vlaanderen en Limburg binnen deze tabstop vallen en Hasselt binnen de volgende. Ik wil nu een nieuwe tabstop maken. Op zich kan ik dat doen via rechtermuisknop, alinea en dan in het tabblad tabs een aantal instellingen te gaan doen. Maar dat gaan we zo dadelijk doen. In dit stukje tekst wil ik gewoon heel snel een links uitgelijnde tabstop toepassen op bijvoorbeeld 4 centimeter. Dat kan ik doen door hier linksboven in de kruising van de twee lineaals te kiezen voor de links uitgelijnde tabstop. Druk ik hierop,
dan zie je het haakje omdraaien en krijgen we eigenlijk een rechts uitgelijnde tapstop. Als we dit icoontje gaan gebruiken, spreken we over een decimale tapstop. Dus als we gebruik maken van commagetallen. En drukken we nogmaals, dan krijg je een gecentreerde tapstop. Ik wou nu een linkse, dus ik druk nog eenmaal totdat ik mijn linkse tapstop krijg. Nu ga ik met de muis boven in mijn lineaal staan op ongeveer de gewenste locatie. En ik druk de linkermuisknop en ik hou die eventjes in. Het is een beetje moeilijk te zien op het scherm, maar nu zit ik dus met een rechthoekig haakje in mijn lineaal te schuiven. Dus van het moment dat ik dit ga loslaten, bijvoorbeeld op ongeveer 4 centimeter, ik laat het los, dan ga je zien dat zowel Vlaanderen, Limburg als Hasselt mooi uitgelijnd staan op die 4 centimeter. Ik ga het even controleren met de niet afdrukbare tekens. Vlaanderen, Limburg en Hasselt zijn vooraf gegaan door één tapstop. Dus je ziet, ik kan dat ook heel snel aanpassen. Ik pak datzelfde stukje vast en ik zet hem bijvoorbeeld even heel overdreven op 8 centimeter. Je ziet dat die altijd mooi onder elkaar blijven staan. Dat kan ik ook even terugzetten. Zo. Stel nu dat ik zeg, ik denk dat ik het ongeveer op 4 centimeter gezet heb, maar het klopt niet helemaal. Dan kan ik het gaan nakijken via dat menu wat ik je zojuist liet zien. Rechtermuisknop, alinea. Het heeft uiteraard met alinea's te maken. En dan zie je dat inderdaad die tapstop niet helemaal op 4 centimeter staat, maar hij staat op 3,86. Dus ik kan een nieuwe tapstop gaan maken. Ik tik hier gewoon 4 in. Het is een linkse tapstop en met het vulteken hou ik nu geen rekening. Ik druk op nieuw. Dan krijg je te zien dat er twee tapstops zouden zijn. Eentje van 3,86 en eentje op 4 centimeter. Die van 3,86 kan ik aanduiden en op verwijderen klikken. En als alles goed is, gaan jullie zien dat Vlaanderen, Limburg en Hasselt nu exact onder de 4 centimeter zullen uitgevuld worden. Ik druk op OK. Die zijn een klein beetje opgeschoven en die zijn mooi links uitgelijnd vanaf 4 centimeter. Eens eventjes kijken wat dat ik je kan uitleggen over bijvoorbeeld de gecentreerde tapstop. Ik zie hier mijn coördinaten staan en ik ga dit stukje tekst nog wat overdreven meer naar rechts plaatsen. Zo. Stel dat ik deze coördinaten nu wil mooi centreren onder het woord Hasselt. Je weet dat je kan centreren, maar dan gaat het over de volledige regel via dit knopje. Dus als ik in de regel zit, ik zet de niet afdrukbare tekens even af, in de regel en ik zou gaan centreren, dan krijgen we het midden van het blad. Maar in dit geval wil ik enkel die coördinaten midden centreren hier tussen de twee lettertjes S van Hasselt. Dat kan ik ook eenvoudig doen via dat lineaal hier. Ik kies niet de links uitgelijnde tapstop, maar de gecentreerde. Dat is die omgekeerde letter T. Ik druk de muistoets in het lineaal. Ik ga met het lijntje mooi tussen de twee letters S staan en ik laat los. Ik ga nog eens opnieuw controleren met de niet afdrukbare tekens. Inderdaad, er staat één tapstop tussen coördinaten en de exacte coördinaten. Dus dit zou moeten werken. Ik ga dat ook even testen. Stel dat ik nu bij die coördinaten nog waarde zou bijgeven, een waarde, dan zie je dat nog altijd het midden mooi blijft staan onder de letters S van Hasselt. Het springt niet alleen naar links, maar het wordt ook rechts uitgevuld. Dus dat kan ik even terug wegdoen. En je ziet dat die waarde mooi gecentreerd staat onder Hasselt. En je ziet dat dus bovenaan aan die omgekeerde letter T. Dan wil ik u ook nog het decimale tapstopteken laten zien. En daarvoor ga ik deze tekst gebruiken. Ik ga eventjes de tekst wat verfraaien. Onbewoond woongebied en andere heb ik niet nodig. Deze waarde, ik weet dat die hoort bij oppervlakte. Zo. De totale oppervlakte is 87,85 vierkante kilometer. Er is een stuk onbebouwd, dat is 47%. Er is een stuk woongebied van 16%. En er is een stuk andere van 35%. Nu ga ik deze drie via het decimaal tapstopteken uitlijnen. Dus daarvoor gebruik ik niet het linkse, niet het rechtse, maar dit teken met het puntje erbij. Dus ik ga een tapstop plaatsen bijvoorbeeld op ongeveer, ik zal het duidelijk maken, 5 centimeter. Er gebeurt nog niets, want hier tussen onbebouwd en 47 staat nog geen tapstop. Dat zien we, daar staat zelfs geen spatie. Dus als ik hier ga staan en ik druk op de tap, dan gaat die mooi naar rechts springen. Waar komt die juist uit? Dit komma-teken komt recht onder de 5 centimeter te staan. Hij gaat dus centreren op het komma-teken. Dus kan je dat laten zien achter woongebied en zo.
Nu lijkt dat niet helemaal gecentreerd, maar ik ga het duidelijk maken. Stel dat dit niet 47 zou zijn, maar 470, dus ik geef een 0 bij, dan zie je dat die links verder gaat uitlijnen, of links eigenlijk bijkomt. Hier achter die 1637 kan ik nog cijfers aanvullen. Je ziet dat die komma blijft staan. Die 35, ik maak daar 5 van. En je ziet dat de komma altijd mooi in het midden blijft van waar dat ik hem gewenst had. Ook dit is weer heel eenvoudig te verplaatsen. Ik zet dat wat korter bij. En je ziet dat alles mooi ten opzichte van elkaar behouden blijft. Ik zal even hier een spatie achter plaatsen. Dat je duidelijk kan zien dat de getallen mooi uitgelijnd blijven. Het enige wat we nog niet gedaan hebben is een rechter tapstop. Dus die zal ik ook laten zien. Dat is deze tapstop. Dus nu heb ik een aantal keren met de linkermuisknop geklikt. Ik had hier niet zo lang geleden een opsomming van gemaakt van Hasselt, Zutendaal, Opglabeek, Houthalen, Helchteren en As. Even de tekens wegdoen van achter, die hebben we niet nodig. Zo. En deze zal ik nu eens via de rechter uitleidingfunctie gaan gebruiken. Dus ik zet een rechter tapstop en ik plaats die bijvoorbeeld op 9 centimeter. Er gebeurt niets, want ik heb nog geen tapstop gegeven. Dus ik ga voor Hasselt staan, ik druk tap, voor Zutendaal tap, Opglabeek tap, Houthalen tap en As tap. De niet afdrukbare tekens bevestigen dat. Een vijftal tapstops gebruikt. Ook hier heel eenvoudig mee te schuiven waar dat je het zelf wil en je hele tekst wordt uitgelijnd. Ook hier kan ik controleren waar staat die tapstop nu juist. Rechtermuisknop, Alinea en mijn tap staat op 5,66. Ook hiervan kan ik gemakkelijk 8 centimeter maken. Ik maak een rechtse tapstop, nieuw. Ik doe de oude even weg, verwijderen. Oké, en je ziet dat de tekst rechts uitgelijnd staat. Wat het ook heel vaak terugkomt met rechts uitlijnen, zijn de puntjes die er tussenin geplaatst worden. Ik ga het je duidelijk maken. Stel dat ik hier onderaan de pagina even een soort inhoudsopgave maak. Pagina 1, pagina 2 en pagina 3. En ik zou de 1, 2 en 3 helemaal rechts willen gaan uitlijnen. Ik wil er puntjes tussen. Dat kan heel eenvoudig binnen Writer. Ik zie dat mijn blad 17 centimeter breed is. Dus ik weet dat ik een tapstop ga plaatsen op 17 centimeter. Dus ik duid eerst mijn stukje tekst aan waar dat mijn tapstop gaat moeten plaatsvinden. Rechtermuisknop, Alinea. Ik ga naar mijn tabs. Zorg dat die in het tabblad van de tab zit. Ik weet dat mijn positie 17 centimeter zal zijn. Het is een rechtse tapstop, want mijn cijfertjes moeten aan de rechterkant geplaatst worden. En ik ga een vulteken gebruiken. In dit geval gewoon de puntjes. Je kan een ander teken gebruiken, de underscore of het liggend streepje. Of zelfs een eigen teken dat je hier kan toevoegen. Dus als je daar allemaal plusjes tussen wil, dan kan je daar gewoon plus tussen zetten. Ik gebruik de puntjes. Ik druk op oké. Er gebeurt nog niets, want ik heb geen enkele tapstop geplaatst. Ik zet de niet afdrukbare tekens even aan. Dan zie je het, ik ga voor de 1 staan, ik druk op tap. Voor de 2, ik druk op tap. Voor de 3, druk op tap. Je ziet dat het mooi aan de kantlijn gesorteerd wordt. Stel dat dit pagina 300 was en dit pagina zo 11, dan zie je dat het mooi rechts uitgelijnd blijft. Het grijze effect komt enkel omdat ik de niet afdrukbare tekens heb opstaan. Als ik deze afzet, dan zie je dat je een mooie inhoudsopgave verwerkt hebt. Dit allemaal door gebruik te maken van tapstops. Dus probeer zo weinig mogelijk nog met spaties te werken als je tekst exact wil positioneren. Veel succes!